Goedemiddag, vertel eens wat jij aan het doen bent, meneer Rovers. We zijn aan het meten met een EM38 meter. En dat is een meter die meet elektrische vlijbaarheid in de bodem. En dat kun je terugkoppelen en redeneren naar de waterhuishouding. Dan zie je hier dat we met GPS op recht rijden. En vervolgens met die rechterkaart GPS ook meteen de meetgegevens aan de positie koppelen. We zien hier een legenda met de meetgegevens. En zo kunnen we kijken op ons scherm terugzien wat we nu uiteindelijk daadwerkelijk meten. Die legenda die koppelt zich terug naar de gegevens die we meten. Dus hoe breder de eenheden we meten, hoe breder die legenda uit elkaar gaat. En zo kunnen we ook meteen in ons scherm kunnen we dus zien waar dan daadwerkelijk de verschillende perceel zitten. En achter zien we... Achter schreef de meter, die schreef achteraan. We rijden ongeveer met een 60 km per uur. Met een werkbreedte van 5 meter rijden we nu over het perceel. We rijden met een wat kleinere gebouwta, zodat we makkelijk te vervoeren zijn en makkelijk... land op kunnen zonder al te veel beschadiging aan de grond aan te trekken. En hier kunnen we later de taakkaarten van gaan maken. Ja, doordat we de grondhuishouding van de bodem weten, kunnen we onze bodem herbeziden, onze plantafstand en onze bemesting, kunnen we dat sturen naar deze gegevens. Oké, bedankt voor je korte toelichting. Ja.